Na het overweldigende succes van hun terugkeer op het televisiescherm met De Bauers 20 jaar later, is het niet alleen de kijkers die zijn gevallen voor de charme van Frans, Mariska en hun kinderen. Zelfs op straat blijven ze niet onopgemerkt. Het is een alledaags tafereel geworden, de kinderen van Frans en Mariska worden regelmatig op straat herkend door enthousiaste fans die hen begroeten met een glimlach en woorden van lof. Voor Frans junior is het een bevestiging van het werk dat ze hebben gedaan. Hij deelt met een warme glimlach zijn ervaringen met het ANP. Het is geweldig om herkend te worden op straat. De reacties zijn bijna altijd positief en dat is geweldig om te horen. Ik reageer altijd met een bedankje. Volgens Jan is het behoud van hun authentieke zelf de sleutel tot hun voortdurende succes, zelfs te midden van de groeiende populariteit. Gelukkig kan ik nog steeds rustig over straat lopen. Maar het belangrijkste is dat we onszelf blijven. Het is fantastisch om al die positieve reacties te ontvangen en te lezen. Hoewel De Bauers 20 jaar later een enorm succes is, zijn er nog geen concrete plannen voor een volgend seizoen. Frans legt uit dat er 20 jaar zijn verstreken tussen de laatste twee seizoenen en dat een eventuele voortzetting niet vanzelfsprekend is. Het is niet zo vanzelfsprekend dat er gelijk weer een nieuw seizoen komt. Daar moeten we het allemaal weer over eens worden, Mariska, de kinderen, de schoondochters, aldus Frans.